Lassani. Awassars, ordige balverlies. Lassani. Drosten. Eerste seizoen wordt Drosten natuurlijk bij Heracles gekomen van Cambuur. Hij speelt vrijwel alles. Nou, Sarg heeft aan dat het wat lang duurt. Weer probeert druk te zetten. Kouas komt helpen. Pereiras. Moet nu wel naar voren. Ja, de rest van Excelsior doet gewoon niet goed mee met het druk zetten. Dus kan Heracles wel heel makkelijk onder die druk uitspelen. Staat in dit geval Weghorst buiten spel. Waardoor de aanval strandt. Af en toe valt Excelsior echt uit elkaar. Dan zijn er 3-4 man die druk zetten, de rest niet. Dan zie je hoe makkelijk met één simpele paas Heracles dat op kan lossen. Awassar. Van Weert. Goed werk van Weert. Stans, hoek lastig. Dus legt hij hem voor. En daar is de kans voor Awassar. Als hij voor zijn linker heeft tenminste. Maar dit is wel een aanval die je ergens op lijkt. De afronding misschien niet, maar wat ertoe leidt is goed. Rechterbeen, roept de Groenendijk volgens mij tegen Awassar. Ja, daar doet hij vrij weinig mee met zijn rechterbeen. Dat blijkt ook hier. Stans met de voorzet. Als hij rechterbeen had, had hij natuurlijk in één keer uitgehaald. Maar hij wil hem voor zijn linker hebben. Ja, hij heeft al een rechterbeen. En hij heeft de pest in. Hij had wel dat schot ook ineens gewild. Pelo Pessi. Dit is goed. Het is geen buitenspel. En het is 2-0. Zijn tweede, Wout Weghorst. En het is geen wonder dat Bellassani daar weer bij betrokken is. Want dit zat er al eigenlijk de hele wedstrijd aan te komen. Een doelpunt als deze. Awassar laat de kans liggen. En direct daarna scoort Heracles. En is het 0-2. En het is typerend voor hoe het tot nu toe gaat deze wedstrijd. Typerend voor hoe de ploeg van Groenendijk op de verkeerde plek steeds de verkeerde man alle ruimte geeft. Kijk eens naar Bellassani. Dek die man toch een keer. Dan is de paas goed. Komt Weghorst vrij en die schiet hem erin. Onbegrijpelijk dat Heracles zoveel tijd krijgt. Dat met name Bellassani steeds zoveel tijd krijgt. Want dit is denk ik de vierde keer of zo dat hij op die manier iemand weg kan sturen. Ja, dan gaat hij er een keer in. Tiende van het seizoen nu voor Wout Weghorst. Bedankt Bellassani. En het is 0-2. Go, 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 go.
van Weert. Belhassani, nu is de druk goed. Ouassar moet hij hem zien te krijgen bij Kuipers, dat lukt niet. Ruims, lijkt me niet gecoacht, of had in ieder geval niet door dat iemand in zijn rug kwam. Bruns, naar Bratil, Belhassani. Wat een ruimte, Bruns. Speelt Heracles dit goed uit? Nee. Wat een te wild schot van Bruns om de aanval te besluiten. Hij kon de paas weer versturen natuurlijk. Bruns doet het goed. Belhassani naar Vratil. En dan ligt het weer helemaal open. De duimen omhoog van Belhassani. Kuipers. De duimen gaan ook omhoog richting Belhassani. Hij doet zijn best. Recht zijn duels, maar het hoofdschudden zegt genoeg. Hun ploeg valt te veel uiteen. Staat niet goed op een of andere manier bij Excelsior vandaag. Zoveel ruimte als het weggeeft aan Heracles. Belhassani. Bruns. Kort kan niet. Dan maar de bal naar Zomer. Te Wierik. Belhassani. Weghorst. Pelopessi. Bal onderschept. Kouras. Die krijgt geen tijd. Flederis. Weghorst. Nou, Vratil voor het doel als enige. Natuurlijk los van het verdedigings van Excelsior. Hij laat Weghorst zich te makkelijk van de bal zetten. Fischer. Blijkt niet precies te weten waar hij met die bal naartoe moet. Gozens. Bruins opeens vrij. Bruins. Het is vol. En dan zit een tikje daar. En zelfs geen corner. Ja, wel een corner. Ja. Even misverstand. Kuipers dacht dat het een doeltrap was. Maar een corner is natuurlijk wel degelijk. Dossen tikte die bal over de achterlijn. Heracles houdt steeds twee man voorin voor een mogelijke counter. We hebben al een keer gezien dat het vrij effectief kan zijn.
Stans, zijn trap is goed en levert een kans op. Maar geen doelpunt, want Drosten haalt hem weg. Ouassar ligt, Fischer ook. Daarna was er nog de kans, geen makkelijke voor Van Weert. Eigenlijk wel voorbij de tweede paal. Stans, dat is wel een goede corner van hem. Al 3-4 van dit soort momenten gehad, waar sommige mensen bij Excelsior denken aan een strafschop. Vorig balletje, volgens mij van Brunt was het. Ik bied tenminste excuses aan, het zal niet meer niks zijn. Kouwas. En weer een hoekschop. In de vorige corner. Fischer degene is die gaat liggen. RKC heeft wel moeite met het verdedigen van dit soort momenten. Fischer. En er komt er nog een. Naar corners geen gebrek voor de thuisploeg. Van Weert en Te Wierik zijn alweer flink aan het duwen en trekken. Daar is Van Weert. En daar is dus ook zijn kans. Geraakt aan het hoofd. Dat zal dan denk ik zijn door Castro. Zo, dat ziet er behoorlijk uit. We hebben al flink wat eieren op hoofden gezien. Uiteindelijk is het Van Weert niet eens die kopt. Maar net voor hem Fischer, dan zal hij tegen Fischer of koppen, denk ik. Castro zit er wel bij, maar ik denk toch echt dat het in de botsing met Fischer is die de pijn veroorzaakt. Bellassani. Karami. Stans. Slijt nog even. Maar heeft niks. Flederis. Bellassani probeert alweer vrij te komen. Dat lukt niet. In ieder geval niet zodat hij ook de bal kan krijgen. Nu wel. Oh, als dat lukt. Ja, hij is Kuipers misschien wel kwijt. Maar er was rugdekking. Het weer is prima. Maar weinig vrolijke gezichten bij de Excelsior Bank. Waar de eerste helft echt geen enkele reden is om vrolijk te worden. Hij is het grote probleem en dat roept Excelsior toch ook over zichzelf af. Door hem steeds zoveel ruimte te geven. En dan is het ook meteen rust. Twee keer Weghorst zorgt voor een 2-0 ruststand. Op Woudestein met Bellassani als een van de grote uitblinkers bij Heracles Almelo. En hij natuurlijk met zijn twee treffers. Straks de analyse met Milan en Mario. Graag tot zo. Vriendenloterij. Maatschappelijk partner Eredivisie. Nergens anders kijk je zo uitgebreid naar de Europa League als bij Fox Sports. Nog 8 Europese topclubs in de race voor de finale in Basel.
Heel veel Europa League voetbal dus. In Studio Europa League schakelen we live langs alle velden met alle hoogtepunten en goals. Schakel donderdag naar Fox Sports, want nergens vind je meer Europa League voetbal dan bij ons. Vanaf 8:30, Studio Europa League. Voorjaarsvoordeel bij Hollands Nieuwe. Met de HTC One A9 voor €12. Met 1000 MB minuten of sms voor €10. Zo ben je voordelig mobiel voor maar €22 per maand. Kijk voor dit en meer op hollandsnieuwe.nl. This is not a game. The tiger will stop at nothing until he has you down. Have I got your attention now? The jungle is no longer safe. Trust in me. The Jungle Book. 14 april in de bioscoop. Ook in 3D. Wat neem je mee op een dag? Je eigen kleur? Je eigen smaak? Een smaak die je was vergeten. En die je echt overal kunt gebruiken. Eén kneepje is al genoeg om je water een heerlijke smaak te geven. Keer op keer op keer. Dus neem je smaak mee met Carvan Cevitam Go. Goed voor wel 6 liter. Doping voor het haar. Alpecin cafeïne shampoo. Dagelijks 2 minuten laten inwerken, zodat de cafeïne de haarwortels goed kan stimuleren. Alpecin cafeïne shampoo. Doping voor het haar. Alleen voor het haar. De Telegraaf is vernieuwd. Hij is nu nog beter leesbaar. Ziet er goed uit. Met nog meer achtergronden en verdieping. Begrijp het. En alles nog frisser vormgegeven. Mooi. Probeer hem nu ook. 10 weken voor maar €30. Zo. Dat is geen geld. Met vrouw, weekeinde en digitaal. Ga snel naar telegraaf.nl/lezen. Maak gratis kans op €750 met je voetbalkennis. Daar komt Hansen, 2 vuisten. Daar is Locadia. En die bal gaat erin. Weet jij waar de bal is? SMS nu A, B of C naar 3456. Of geef het door op vriendenloterij.nl/bal. En maak gratis kans op €750. Hoeveel kost dit geweldige menu? €7? €5,95. Een heerlijke Big King Burger met friet en een frisdrankje. Nu voor €4,95. Alleen bij Burger King. Taste is King. Weet jij waar de bal is? SMS nu A, B of C naar 3456. Of geef het door op vriendenloterij.nl/bal. En maak gratis kans op €750. Maak kennis met Philips Hue. Breng je verbeelding tot leven met Connected Lighting. Hue maakt het mogelijk. Turn on living. Innovation and you. Philips. Creëer je eigen sfeer met je tablet of smartphone. Philips Hue. Dit is het moment voor Xbox One. Bij aankoop van deze vette 1 terabyte spelcomputer krijg je nu tijdelijk The Division en een tweede controller helemaal gratis. Dat is meer dan €100 voordeel. De meest complete spelcomputer voor elke gamer. Nu verkrijgbaar bij Intertoys en Bart Smit. Wist je dat er nog steeds mensen zijn die te veel betalen voor scheermesjes? En die hier ook nog voor naar de winkel gaan? Dat kan anders. Bij Bold King krijg je 4 mesjes voor €10 thuisgestuurd, zodat je altijd een scherp en schoon mes hebt. Ga naar boldking.com en bestel nu je startset. Een mooie baard is nu heel eenvoudig met nieuwe Just for Men snor en baard. Je baard ziet er voller uit zonder grijs. Heel makkelijk in 5 minuten en het grijs is verdwenen. Nieuw snor en baard van Just for Men. Wereldwijd de leider in haarkleur voor mannen. Het is een zinderende ontknoping in de Eredivisie. Hij doet het zelf. Prachtige goal. Eerder dit seizoen verloor Ajax al van Utrecht. En in de arena zijn de 3 punten nu heilig. PSV verspeelde thuis punten tegen Roda. 1-0, ja! In Limburg mag er nu niets misgaan. De sensationele nek-aan-nek-race gaat door. Het schot is raak! Volgend weekend, hoogspanning in de Eredivisie. Live op Fox Sports.
Welkom terug op Woudenstein. Beter moest het, scherper, zei Alfons Groenendijk over het spel van Excelsior. Na dat van vorige week in de Kuip, dat was slecht. Mario, hoe zou je het vandaag omschrijven? Nou, ik vind het een beetje onsamenhangend. Je merkt soms voorin dat ze druk willen zetten. Maar als dan de laatste lijn niet meeschuift, dan heb je enorme grote gaten tussen elke linie. Ja, en daar maakt Heracles ongelooflijk goed gebruik van. Ja, en Excelsior staat misschien ook wel soms niet goed op te letten. Zeker bij die 1-0 bijvoorbeeld. Nou ja, goed, bij de 1-0, dat is een overtreding hier. Ja, dan normaal hou je iemand voor de bal. Hè? Maar iedereen die eigenlijk zijn rug naar de situatie keert. Bruns die hem eigenlijk neemt op een plek wat niet goed was. Maar we hebben het over Weghorst gehad. Hè? Dat hij eigenlijk te weinig goals maakt omdat hij zoveel arbeid verricht. Nou, dat doet hij vanavond ook, veel arbeid verrichten. Maar hij maakt ook twee fantastische goals. Want dit is ook een hele behendige goal die hij afmaakt. Ja, hij is sowieso heel aanwezig, hè? Ja, het is een speler die voor je elftal goud waard is. Hè. Qua arbeid, wat ik net al zeg. Spelhervattingen verdedigen staat hij altijd bij. En hij is altijd attent. En dit is eigenlijk wat ik bedoel. Het balverlies bij Excelsior. Let op nu hoeveel ruimte er tussen de linies in zit. Ja. Nou ja, en als je Bellassani zoveel ruimte geeft. Hè, de goede loopactie weer van Wout Weghorst. En die schiet hij met zijn linker naast. Ja, en hier was eigenlijk Excelsior gewaarschuwd van, hè, je moet compacter spelen en je mag niet zo makkelijk de bal kwijtraken. Nou hier, een spelhervatting voor. Je staat al achter met 1-0. En dan sta je achterin 1-1 te spelen. Terwijl eigenlijk Kouwas steeds gesommeerd wordt vanaf de bank. Jij moet terug om 3-2 te maken. Ja, dat is vragen om problemen. Ja, het staat gewoon eigenlijk niet goed bij Excelsior achterin. En dat zie je ook bij die 2-0. Dat, precies weer zo'n voorbeeld van tussen de linies, nee, hè, Bellassani. Ja, dat is echt een schoolvoorbeeld waar we het net over hadden. Hè. Weer Bellassani. Jongen die in zijn laatste of nog 1 jaar contract hierna heeft. Die echt nog een stapje kan maken. Die Weghorst bedient. Ja, en dit is eigenlijk een bal inschieten zoals een spits een bal in moet schieten. Die zit. Niet nadenken, gewoon rammen. En natuurlijk heeft hij wel gekeken waar de keeper staat. Maar dit is gewoon een echte goal maken. En zijn tiende alweer. Dus gelukkig voor hem dat hij toch ook zijn goaltjes meepikt. Ja, Excelsior probeert dat af en toe wel. Maar echt overtuiging zit er niet in, hè? Nee, ja. En zeker als je geen rechterbeen hebt. Hè, dan kom je een keer voor de goal. En dan kan je dus afwerken. Hè, dit is trouwens een goed uitgespeelde aanval. Met Van Weert in de hoofdrol hier. Waar Zomer een beetje nonchalant verdedigt. Bal die breed gelegd wordt. Nou, denk je van, nou, Zar, pak hem in 1 keer. Ja, en die heeft geen rechterbeen. En dan schiet hij met links kansloos naast. Ja. En dit was een van de zeldzame momenten. Ze hebben nog uit spelhervattingen nog 2 kopmomenten gehad. Maar eigenlijk vrij weinig gecreëerd. Omdat Van Weert tussen Ten Wierik en Zomer gewoon om het eiland staat. En Stans, die eigenlijk wat dichter bij hem zou moeten spelen, veel te vaak naar de zijkanten uitwijkt. Ja, het loopt nog niet bij Excelsior. Ze staan met 2-0 achter bij rust hier op Woudenstein tegen Heracles. En daar gaat het uitstekend. Zo de tweede helft. Tot zo. Morgen, 2 heerlijke internationale topduels. Om 3:30 de Koninklijke Derby. Schalke 04, Borussia Dortmund. En om 5:00 is het aanhaken of afhaken bij Tottenham Hotspur Manchester United. Het wordt een prachtzondag op Fox Sports. Morgen, natuurlijk live. Op fietsenwinkel.nl vind je alle merkfietsen. Die worden rijklaar afgeleverd. Laat maar, joh. Ik breng wel naar het Adpapier. Nieuw fiets? Laatste prijsgarantie. Scheelt 100 euro. Slim was. Ook e-bikes. Veel voordeliger. Dat weet jij weer. Ja. En de monteur komt ook nog bij je thuis. Respect, man. Dat doe je goed. Fietsenwinkel.nl. De grootste fietsenwinkel van Nederland. Ik ben je al de hele ochtend aan het observeren. En ik ben hier om je nou eens eindelijk te vertellen wat voor een topvet jij bent. En deze, die neem ik mee. Om te oefenen, zodat ik ooit net zo goed word als jij. Jij maakt promotie. En trouwens, jij hebt echt prachtige ogen. Hoor alleen nog wat jij wil horen. Met Deezer heb je alle muziek altijd en overal bij je. Klinkt goed, toch? Download de Deezer-app en luister gratis naar je favoriete nummers. Deezer, hoor wat jij wil horen. Op fietsenwinkel.nl heb je alle aanmerken met laagste prijsgarantie. No matter where, no matter when, I will defend. Cobra Strike. Download and play now. Free from the App Store.
My name is Hannah Ware. Acting allows me to explore. To change. It's the unexpected that attracts me. Why? Change lanes now. Because change is good. New. The Hyundai Tucson. New thinking, new possibilities. Al vanaf €26.995. Hyundai. Kijk iedere week naar een nieuwe aflevering van de Nikkei-index, waarin wij samen met een voetbal-expert de vier topwedstrijden van komend weekend gaan voorspellen. De verliezer moet een challenge doen en dat is iets wat je niet wil. Ga naar toto.nl/Nikkei voor de nieuwste aflevering. Kijken dus. Maak gratis kans op €750 met je voetbalkennis. Daar komt Hansen, twee vuisten. Daar is Locadia. En die bal gaat erin. Weet jij waar de bal is? SMS nu A, B of C naar 3456 of geef het door op vriendenloterij.nl/bal en maak gratis kans op €750. De Telegraaf is vernieuwd. Hij is nu nog beter leesbaar. Ziet er goed uit. Met nog meer achtergronden en verdieping. Begrijp het. En alles nog frisser vormgegeven. Mooi. Probeer hem nu ook. 10 weken voor maar €30. Zo, dat is geen geld. Met vrouw, weekeinde en digitaal. Ga snel naar telegraaf.nl/lezen. Weet jij waar de bal is? SMS nu A, B of C naar 3456. Of geef het door op vriendenloterij.nl/bal. En maak gratis kans op €750. Hoeveel kost dit geweldige menu? €7? €5,95. Een heerlijke Big King burger met friet en een frisdrankje. Nu voor €4,95. Alleen bij Burger King. Taste is King. Auto-onderdelen nodig? Bogijn.nl is het voordeligste alternatief. Bestel nu direct met 2 jaar garantie. De laagste prijs. Geen verzend- of retourkosten. En indien gewenst, installatie door een erkende monteur. Bestel nu simpel en snel op Bogijn.nl. Wist je dat er nog steeds mensen zijn die te veel betalen voor scheermesjes? En die hier ook nog voor naar de winkel gaan? Bij Bold King krijg je 4 mesjes voor €10 thuisgestuurd. Bestel nu je startset. Ooit wisten we waar onze energie vandaan kwam. Best raar toch dat we dat niet meer weten? Tijd voor een positieve keuze. Want vanaf nu kun je met Engie opgewekt weer zelf kiezen waar je energie vandaan komt. Zoals Engie's eigen zonne-energie uit Zwolle of windenergie van om de hoek. Ga naar positiefoverenergie.nl of bel 0800 6007. Sluit je voor 17 april aan, dan ontvang je tot €150 welkomstkorting. Positief over energie. Engie. Het is zover. Zondag 24 april. De finale van de KNVB-beker. Cupfighters Feyenoord en Utrecht. In een kolkende kuip uit wie zich mag kronen op bekerwinnaar van 2016. Ik maak op Vilena! Vilena! Wie pakt de KNVB-beker? Je ziet het zondag 24 april. Vanaf 4 uur de voorbeschouwing en om 6 uur de wedstrijd. Live op Fox Sports. Plus, official partner Eredivisie. Ja, welkom terug op Woudestein. Excelsior staat met rust, bij rust met 2-0 achter tegen Heracles. En naast mij de assistent-trainer André Hoekstra. Ja, vorige week heeft het gedonderd in de Kuip bij rust. Hoe was het nu? Ja, dat is niet iedere week hetzelfde. Ik vind het ook nu wel duidelijk anders dan vorige week. Vorige week vond ik dat we het niet goed deden. Dat we een off-day hadden. En nu zijn het gewoon 2 fouten die je maakt, waardoor je met 2-0 achter staat. Terwijl je eigenlijk best wel goed in de wedstrijd zit. En je zelf ook een aantal kansen creëert. Alleen, ja, daar valt hij net niet. Dat is ook een beetje de fase waar je in zit. Ik vind wel dat we meer duels moeten winnen. Ik vind dat we op het veld vaker worden afgetroefd door Heracles dan andersom. En dat is niet goed. Jullie hebben het probleem met de rol van Bellassani tussen de linies. Hoe gaan jullie dat beter doen in de tweede helft? Ja, op zich kan je dat niet veel beter doen. Je zal hem op de momenten dat je in duel komt, dan moet je goed in het duel aangaan. En nou, nogmaals, daar hebben we, de eerste helft hebben we dat niet goed gedaan. Elbers gaat erin komen, geloof ik, hè? Elbers komt erin, Tom kan niet verder. Alweer, die moet eruit. Ja, hij heeft een hoofdwond. Succes de tweede helft. Dankjewel. En dus komt deze man erin, Stanley Elbers. En dat Van Weert niet door kan, dat konden we zien, hè Mario? Ja, dat was een flinke bult, ja. Ja. Heel kort, want spelers staan op het veld. Ja, je zou verwachten dat Hemmen dan erin kwam. Ja. Maar ja, die is ziek helaas. Ja. Want dat is natuurlijk een type die ze nu nodig hebben.
Ja, ik denk dat het heel moeilijk gaat worden van Excelsior. Want Excelsior moet nu verder van zijn goal af gaan spelen. Ja, en dan komt Heracles in de counter. En ja, dan zie ik ze nog wel een goal maken. Ja, Heracles zit dus op roze. Ze leiden met 2-0. De tweede helft met Mark van Rijswijk. Veel plezier. Iedereen is er verder klaar voor één wissel. Dus bij de thuisploeg geen wissels bij Heracles Almelo. Dat betekent dus dat Van Weert nu anderhalve wedstrijd zal ontbreken. Dat hij dus ook geschorst is voor de volgende wedstrijd tegen Heerenveen. Fischer. Hoekstra was behoorlijk positief over het spel van zijn ploeg in de eerste helft. Vanuit zijn perspectief is dus de vraag of ze zichzelf dan beter kunnen belonen. En dat lukt bijna. Dat lukt zelfs helemaal. Dat is razendsnel 15 seconden zo'n beetje gespeeld. En de man die, als er al wat gebeurde bij Excelsior, daar ook steeds bij betrokken was, maakte. Daar waar Heracles blijkbaar nog niet wakker is. En hij zijn ploeg wel scherp heeft gekregen. Wat gaat er allemaal mis bij Heracles? Dus dit zie je vaker. Bal naar achteren, een lange bal. En dan opeens zeeën van ruimte. Aan de andere kant is het een overtreding. En een vrije trap dus voor Excelsior. Zeeën van ruimte voor Excelsior in het centrum. Kijk naar Stans en kijk dan dat er gewoon twee mensen hier vrijkomen. Er wordt gewoon niet goed meegelopen. Pedro Pesci kijkt. Stans doet het slim. En geen assist omdat er nog een redding van Castro tussen zit. En natuurlijk wel een hoofdrol bij dit doelpunt. Is dit dan de steun die Excelsior nodig had? Los van het feit dus dat Hoekstra, en daarmee neem ik aan ook Groenendijk, behoorlijk tevreden was over het spel in de eerste helft. Elbers. Derde doelpunt van het seizoen. Theo van Toledo maakte tegen Twente de eerste in 1970. En de 400ste thuistreffer van Excelsior in de Eredivisie. Dus gemaakt door Kouwas. Verlengd door Matthij, daar is ze. Weghorst bijna. Maar Muiters heeft. Kouwas, hij dus nu in de spits. Elbers op rechts. Ouassar blijft gewoon aan de linkerkant. Met Stans die dicht bij Kouwas speelt. Hier is Kouwas weer. Paasje is goed. De tackle op de bal van Gosens. Wel een corner. Leek me alsof hij de bal nog tegen Karami optikte. Maar hoekschop is gegeven. Een strafschop was het in ieder geval niet. Wordt verdedigd door Gosens. Dat is de corner. Van Weert missen ze daarbij. Dat is een wapen minder. Elbers hier. Heeft zijn lengte in dat op zich niet mee. Ouassar. Ouassar. Kruis. Karami. En bij Heracles worden even wat handen geslagen. Er worden wat opheppende bewegingen gemaakt. Want die ploeg natuurlijk alles behalve goed aan de tweede helft is begonnen. Ouassar. Daar komt Castro. Dan kan je wel gaan counteren, want met al die wat meer kleine mannen is wel snelheid voorin bij Heracles.
opeens de Goossens die geraakt zou zijn door Koewas. Fischer die aangeeft dat Goossens zich enorm aan het aanstellen is. Die indruk had ik eerder gezegd ook. Koewas. En Goossens mopperen nog even na. Ik heb de indruk dat Goossens zich aanstelt. Ja, nogal. Hij wordt wel geraakt. Maar er is echt niks aan de hand. Niks om zo naar het gras te gaan. Weinig sympathie. Om het maar heel zacht uit te drukken. Stans. Koewas. Awassar. Karami wint van Goossens. De bal is binnengebleven. Er moet zomer sprinten. Nou, sprintduel wint Koewas zeker van zomer. Oh, daar is de panna. En de vrije trap voor Koewas.